Pieter Omtzigt in Zwolle, de prestigieuze Thorbecke-lezing. Zijn belangrijkste boodschap is: de macht van het kabinet is doorgeslagen en het regelt zaken bij voorkeur informeel, waardoor het moeilijker wordt voor de Tweede Kamer om het allemaal te controleren. Dit is wel een hele forse stap op weg naar een klimaatakkoord. Honderden maatregelen moeten de uitstoot van CO2 terugdringen. Nijpels benadrukt dat het ontwerp klimaatakkoord geen vrijblijvend advies is. Een klimaatakkoord is er als we in elk geval weten dat we het doel halen. Milieuorganisaties staan vandaag al te protesteren omdat ze de plannen te vrijblijvend vinden. Het kabinet trekt de portemonnee voor de ouders die slachtoffer zijn geworden. 30.000 euro krijgen de duizenden gedupeerden overgemaakt de komende maanden. Nou, we vonden dat het sneller moest. 30.000 euro, is dat in het licht van alles wat is aangericht veel eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk maar de vraag. Vanmiddag waren ze op het Catshuis in Den Haag. En met ingang van begin maart wordt de avondklok met 3 weken verlengd. En daarom hebben we vandaag in het Catshuis gekeken naar wat er weer wel kan. En dat betekent ook dat we, als het niet lukt, dat we ook wel weer stappen terug zullen moeten zetten. Wat is hiervan nou het probleem, meneer Omtzigt? Het probleem is dat we een hele mooie grondwet hebben. En daar staat bijvoorbeeld in dat de ministerraad vergadert en dat de ministers collegiaal een besluit nemen. En tijdens de coronacrisis zijn de ministers of een paar ministers op het Catshuis gaan zitten. Dan worden er geen notulen gemaakt. Maar ze waren wel aan het vergaderen om problemen op te lossen. Ja, maar dan kan de minister-president zelf bepalen wie die uitnodigt. En dan zet je staatsbestel een beetje op de kop. Maar we zaten toen in een nationale gezondheidscrisis. Oh, maar de eerste weekend leek me ook niet zo gek. Ik bedoel, op het moment dat je een absolute crisis hebt, dan natuurlijk ga je dan wat overleggen en kijken wat je doet. Maar dat bleef best wel een tijdje duren. Maar is het niet zo dat alles wat daar besproken is, althans op hoofdlijnen en de belangrijkste beslissingen, vervolgens allemaal in de Tweede Kamer werden behandeld in die ellenlange en veel voorkomende coronadebatten? Ja, ik moet daar een klein beetje voorzichtig mee zijn, want ik zit nog in de tijdelijke coronacommissie, wat daarvan gevonden gaat worden. Maar je ziet dat besluiten genomen worden. Dus je neemt eerst het besluit en gaat er dan over praten. En dat zag je ook bij die Catshuisregeling. Renske Leijt en ik, die hebben, en Farid Arzakan, die hebben het al jaren gezegd, er moet wat gebeuren. Dat rapport komt uit. En minder dan een week later wordt op het Catshuis dat besluit genomen tot 30.000 euro. Voor de toeslagenouders? Ja, maar de definitie van toeslagenouders zit niet goed in elkaar. Dus er zaten ook mensen die hebben 1.500 euro moeten terugbetalen. Die krijgen nu 30.000 euro. Plus alle publiekrechtelijke schulden kwijtgescholden. Dat is duo. Plus alle privaatrechtelijke schulden. Maar vervolgens komt het hele besluit wel in de Tweede Kamer. En kan de Tweede Kamer daar zijn zegje over doen? Of haar zegje over doen, liever gezegd? Nee, want er dus zijn hier twee problemen. Want ten eerste is dat dus in het verkeerde gremium genomen. Maar ten tweede is een escape-clausule in de wet gebruikt. Mm-hmm. Zogenaamde artikel 2.27 lid 2 van de Compatibiliteitswet. Dat de regering de mogelijkheid geeft om eerst geld uit te geven en dan toestemming te vragen. Mm-hmm. Maar als het geld uitgegeven is, ja, als de Tweede Kamer de toestemming niet geeft, het geld is er uitgegeven. Ik heb overigens tegen die wet gestemd, omdat een aantal mensen veel te veel kregen. Veel te veel. Mm-hmm. En de mensen die echt grote schade hadden, die kregen te maken met enorme wachtrijden en zitten nu nog te wachten. Ja. En ja, er is nu al bijna 5 miljard uitgekeerd. Maar als de Tweede Kamer het in meerderheid niet eens is met dat beleid, stuurt de Tweede Kamer het kabinet naar huis. Dat is de gouden regel in de grondwet. Dat was ook niet zo'n. Nee, die staat dan weer net niet in de grondwet. Nee, die staat niet in de grondwet, maar dat is wel staatsrecht. Dat is staatsrecht. Dan kun je ze naar huis sturen, dat klopt. Ja. En daar is dan een meerderheid voor nodig. Maar kijk, wat hier iedere keer gebeurt, is dat je de coalitiepartijen voor blok zet. Want als je tegenstemt, dan krijg je het beleid niet teruggedraaid en je stuurt het kabinet naar huis. Nou, dat is nog een additioneel probleem. Want coalitiekamerleden die zouden zonder last moeten opereren. Dat staat ook in de grondwet. Ja. Je bent zonder last. Onafhankelijk, wil dat zeggen? Ja, het oorspronkelijke zonder last was, je was een afgevaardigde van de staten. Dus van de staten van Gelderland of de staten van Zuid-Holland. En ze mocht je stemgedrag niet bepalen. Maar de bedoeling was dat het niet bepaald wordt. Maar we zijn in Nederland toegekomen in een democratie waarbij de partijleiders in het kabinet zitten. En die partijleiders die stellen feitelijk de lijst op. Ja, niet allemaal overigens, van de ChristenUnie bijvoorbeeld niet. Nee, maar laten we zeggen dat de ChristenUnie 5 zetels heeft en de andere 72. Dus ja, dat. Ja, maar dan bent u heel lang lid geweest van een partij. Ja. Die dat ongeveer tot bestaansrecht heeft verheven. Die hebben dat wel regelmatig gedaan. En ik ben ook wel eens niet op de lijst beland, zoals je weet. Dus ik weet ook wat de straf was op het moment dat je een keer niet in het gedicht liep. Wanneer hebt u straf gekregen dan? 2012. Dat zei u laatst ook in de Tweede Kamer.
Ja, ik probeer hetzelfde te vertellen hier als ik in de Tweede Kamer vertel. Ja, ja. Met andere woorden, u was tegen een wet op de bijstand, als ik me niet vergis. Ja. Daar was uw partij en uw fractie waren daar niet zo blij mee. Ze hadden het in het regeerakkoord afgesproken. En ik had tijdens de behandeling van het regeerakkoord in de fractie gezegd... ik ben het daar niet mee eens. Ja. Ik heb niet ingestemd met het regeerakkoord. Ja. Maar zo werkt het toch, ook in een representatieve democratie, of niet? Nederland heeft een... eigenlijk het minst afwijkende stemgedrag van welk parlement dan ook. In de fractie zelf. Dus hoe het werkt, ja, tuurlijk overleg je als fractie. Natuurlijk probeer je eruit te komen met z'n allen. Ik bedoel, je gaat niet met z'n allen elke dag zeggen van nou, hè, de ene helft de ene kant, de andere helft de andere kant op. Maar zelfs in de meest extreme gevallen. Ik noemde een Kamerlid van de VVD dat zei, ik stem niet in met het hulppakket aan Griekenland. Ja. Dat was overigens... Ten tijde van de financiële crisis. Ja, dat was premier Rutte op herkozen. Nou, ja. Die man die wist daarna dat hij niet meer op de lijst zou komen. Dat was volstrekt helder. Ja. En ja, ik bedoel, ik heb ook verteld hoe het was om... toen het kabinet, toen dat vernietigende rapport over toeslagenschandalen lag... Ja. Werd er ook best wel indringend op mij ingepraat... of ik alsjeblieft geen motie van wantrouwen wilde steunen. Ja. Dat was een meerderheid van één zetel. Ja. Ja. Bart de Wever kijkt verbaasd. Wel, tijdens de pandemie heeft onze regering een pandemiewet laten stemmen... die het hele parlement gewoon buitenspel heeft gezet. Punt, klaar en gedaan. Dus dat was nog iets erger. En natuurlijk, in coalities maak je een coalitieakkoord... en moeten de fracties dat wel ondersteunen. Anders wordt het wel heel moeilijk. Hè? Jullie hebben 17 fracties in het parlement, 20. Dacht ik. 20. Dus als je dan nog eens een meerderheid kan maken... en iedereen gaat nog individueel afwijkend stemmen... dan haalt zo'n kabinet... Het is niet altijd individueel afwijkend stemmen. Het is in dit soort gevallen... Ja, in het geval van Griekenland was het juist waarop de VVD gekozen was... Rutte draait en vraagt dan aan zijn hele fractie om ook om te draaien. Ja. Dat soort dingen krijg je. En je krijgt het op het moment dat ik 3-4 jaar lang belazen ben door dat hele kabinet. Uiteindelijk kwam ook naar buiten dat ze over mij vergaderden... dat ze me wilden sensibiliseren. Mm. Nou ja, het hele palet. Ja. En dat ze dan zeggen van ja, maar wil je ons alsjeblieft niet laten vallen? Dan zeg ik van nou, jullie moeten in die ministerraad zitten jullie met z'n allen... Ja. Omdat je daar geheimhouding hebt, omdat je over moeilijke zaken... met elkaar van mening kunt verschillen en ook met elkaar hersens kunt inslaan, figuurlijk dan. Ja. De vraag is hoe het beter moet. U geeft die Thorbecke-lezing morgenavond. Ja. Dat is een lijvig verhaal. U gaat helemaal terug naar de ontstaansgeschiedenis van de grondwet... en de bedoeling van een van de architecten, of de belangrijkste architect eigenlijk, Thorbecke. Ja. Hoe kan het beter dan? Nou, Thorbecke gaf al een aantal dingen aan. Ik bedoel, er is geen enkele reden om in de wet te zetten... dat de regering geld kan uitgeven zonder een begrotingswet ingediend te hebben. Dus dat kun je gewoon weer uit de wet halen. Nederland is het enige land in Europa waar wetten niet getoetst kunnen worden aan de grondwet. In 1848 was het nog normaal, toen kon het in de VS, maar in de meeste landen hier niet. Nou, België heeft de afgelopen 20 jaar langzaam een grondwettelijk hof ingevoerd. Ja, dat Duitsland heeft het. Duitsland heeft het. Het argument dat hier altijd wordt gegeven is, luister, we opereren binnen de grondwet. De Tweede Kamerleden moeten letten op de deugdelijkheid van de wet en zo niet de wet wegstemmen. We hebben een adviesorgaan, de Raad van State, die let daar ook op. Ja. Met andere woorden, dat zijn de checks en balances. En op het moment dat je een constitutioneel hof, dus een grondwettelijke rechter laat beslissen of een wet wel of niet deugt, dan zit je de hele Tweede Kamer buitenspel. Nou nee, op dit moment kun je in Europa al naar het Hof in Straatsburg gaan. Het EVRM heeft ook een directe werking in Nederland. Dus grondwetten kunnen getoetst worden. En in de coronatijd weten we dat de grondrechten vrij gemakkelijk opzij gezet zijn door parlement en door regering. Maar daar was het parlement dan toch zelf bij? Ja. Het hele parlement, bijna kamerbreed op een paar fracties na, heeft het kabinetsbeleid gesteund in die dagen. In het begin wel, later werd wat minder. Het is mijn motie geweest samen met Kees van der Staaij die gezegd heeft... wij willen nu intrekking van de 2G-wet. Waarmee je dus, als je niet gevaccineerd of ziek geweest was... je niet meer op bepaalde plekken kon komen. Ja. Later in die coronapandemie zie je wel dat daar wat meer tegenstand op geboden werd. Maar ik denk dat als je kijkt hoe makkelijk de grondrechten te schenden waren... dat daar een betere checks wel op kan. En kijk, een wet is pas een wet... als je de regering ook kunt dwingen om zich aan de wetten te houden. Maar daar heb je dan een meerderheid voor nodig. Nou, dat kan dus ook via de rechter. Want de meerderheid zit vaak in Nederland toch de regering te steunen. Wilt regeren. En we hebben in Nederland natuurlijk ook een situatie gehad... dat de regering zelf massaal de wetten schond. In het toeslagenschandaal hebben ze een lijstje gestuurd. Deze 13 wetten hebben we ons jarenlang niet aan gehouden... waardoor die mensen in de problemen kwamen. Daar kon niemand voor gestraft worden. Dus de burgers kunnen wel gestraft worden. Hmm. Terwijl in de geschiedenis is de grootste schender van mensenrechten... is vaak de staat. Dus enige bescherming tegen een almachtige staat is niet onmenselijk.
En Thorbecke voorzag een aantal van die dingen. En eigenlijk zeg ik van nou, 4 of 5 suggesties van Thorbecke uit 1848... alsnog in de grondwet opnemen, zou op dit moment al een hele hoop problemen oplossen. Bart de Wever? Ja, je hebt natuurlijk wel het probleem dat die grondwettelijke hoven en ook het Europees Hof op de duur in de plaats treden van de wetgever en bijvoorbeeld verdragen gaan interpreteren, waardoor er eigenlijk de facto nieuwe rechtsregels ontstaan. Het EVRM van toepassing verklaren op niet-Europeanen heeft nooit een politicus beslist in Europa, dat heeft een rechter beslist. Maar dat heeft wel een massale migratie veroorzaakt en massale mensenhandel. Sindsdien verdrinken er massaal mensen op zee. Dat heeft een rechter beslist, geen politicus in Europa die dat eigenlijk verdedigt. Dus je moet toch een beetje opletten dat je niet eindigt in een juristocratie waarbij iedereen dan naar het grondwettelijk hof of het Europees Hof kan stappen en eigenlijk de volkswil kan omzeilen, omdat een rechter een bepaalde rechtsregel gaat herinterpreteren en eigenlijk wetgeving creëert. Dat zie je toch ook wel vaak. Daar zit een groot verschil tussen het Europees Hof en een grondwettelijk hof. Ik zit zelf in de juridische commissie van de Raad van Europa en heb ook behoorlijke kritiek op een aantal van die uitspraken. En het grote probleem van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is dat het eigenlijk niet veranderd kan worden door politici. Mm-hmm. Dus wanneer rechters het anders gaan interpreteren, er staat bijvoorbeeld het verbod op het nemen van leven door de staat. Nou, dat is nu geïnterpreteerd als dat je iemand ook moet beschermen bij een onmiddellijke bedreiging. En dat is door de Nederlandse rechter geïnterpreteerd als dat je nu minder CO2 moet uitstoten, omdat dat het recht op leven zou nemen. Dat is inderdaad een oprekking die niet in de wet stond waar Nederland in 1949 mee instemde. Echter, als het je eigen grondwet betreft en dat gebeurt en de rechters zouden dat gaan doen, dan kun je de wet wijzigen. Ja. Het EVRM wijzigen, dat is bijkans onmogelijk gebleken. Vandaar in ieder geval het pleidooi. Daarom heb ik het ook lief in je eigen grondwet. Daar ga je ook nog over, dan wanneer je het op het EVRM doet. Nee, het helpt natuurlijk als je heel groot bent in de Tweede Kamer. Nou, die vraag had ik niet van je verwacht, Sam. Zullen we eens even kijken naar iemand die wat met u flirt? Wie zou dat nou zijn? Caroline van der Plas, bij Rick Niemann. Ik heb wel vaker aangegeven dat ik er wel voor opensta om met Pieter te praten. Maar dat is natuurlijk ook aan hem zelf. Maar de deur, uw deur voor hem staat open? Ik sta er wel voor open, ja. Maar daar heb ik nooit een geheim van gemaakt. En kijk, nogmaals, Pieter is zo'n knettergoed Kamerlid. Natuurlijk wil je die erbij hebben. Hmm. U zit nog net niet te blozen. Ja, het is ook niet de eerste keer dat ik deze vraag krijg. Nee. Dank daarvoor. Maar het antwoord blijft voorlopig nog achterwege. Tenminste, tenzij u inmiddels in gesprek bent met elkaar. Of is dat nog niet het geval? Nee, dat is niet het geval. Ik ben gewoon bezig mijn eigen ideeën uit te werken. Daarom zie je dat ook. En die gaan vooral over de staat waarbij de regering veel te veel macht gekregen heeft. En dat gaat dus over de uitgaven, dat gaat om wetten erdoor te jagen en een aantal andere dingen. En over bestaanszekerheid. Misschien precies het tegenovergestelde van waar mensen woken worden. Het probleem is dat je in Nederland geen huis meer kunt vinden. Dat we in Nederland nu 200.000 mensen bij de voedselbank hebben, terwijl dat er 15 jaar geleden 8.000 waren. Daar zit een groot probleem in Nederland. En daar wil ik ideeën voor uitwerken. En daar ben ik ook hard mee bezig. Ja, nou, vandaar dus die Thorbecke-lezing. Daar gaat het ook over controle van de Kamer. Kritiek op de Kamer is ook wel dat de Kamer wat meer op hoofdlijnen zou moeten controleren en wat minder aan detail. En die kritiek wordt ook wel eens vaak aan uw adres afgegeven. Ja, noemt u een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld met al die wetsparagrafen waar u telkens mee komt. 200 Kamervragen op een onderwerp waardoor ambtenaren zeggen we hebben helemaal nergens meer tijd. Noem maar één voorbeeld van 200 Kamervragen. Dat wordt heel makkelijk in mijn hokje gezet. Ja. Maar ik probeer over heel relevante dingen Kamervragen te stellen. Het laatste zetje dat ik gesteld had, toen bleken geen 5, maar 10.000 gezinnen in Nederland onder het bijstandsniveau te zitten, omdat ze de berekening niet goed gedaan hadden. Dat kostte 40 Kamervragen en die zijn het waard. Want die mensen die moeten nu naar de voedselbank en een aantal mensen moest eten uit de groene tonnen. Gewoon omdat onze eigen regering niet in de gaten had. En als dat gebeurt, dan kan ik ook 40, 60 en als nodig is 100 Kamervragen stellen. Want dat is mijn kerntaak voor de Nederlandse bevolking. Tot slot, Thorbecke had 10 jaar nodig om na te denken over die grondwet. Ja. Hoe lang hebt u nodig om dit voor elkaar te krijgen, dit pleidooi? Nou ja, ik ben er al een jaar of twee mee bezig, zoals je ziet. Dat boek van 2 jaar geleden, dit is daarop voortbouwend. En de ideeën, we hebben een vrij grondige renovatie nodig. We komen nu in een situatie van een regering die niet langer regeert. En dat betekent dat we misschien deze zomer, ze doen niks tegen migratie, ze doen niks aan voorbereiding op migratiestromen, dat de regering die uitgeregeerd is. Ja. En dat wij grote problemen met huisvesting, met migratie. Dat hebt u allemaal opgenomen. Allemaal morgen te zien. Nee, dat zit er morgen nog niet in. Nee, dat zit in. Niet in die lezing, maar wel het grotere kader. Het grotere kader. En daar zijn we plannen voor aan het maken. En dat is omdat de regering dat op dit moment niet aan het doen is. Hartelijk dank voor uw komst.